Yo, ik ben Niels. Yo, ik ben Koen. Yo, ik ben Bram. Yo, ik ben Fleur. En welkom bij de D3. Ik sta hier naast de enige echte coach en trainer van DVO D3, genaamd... Bram van den Hul. Nou, Bram, je hebt net een wedstrijd gecoacht. Hoe ging het? Ja, het was de beste wedstrijd dit seizoen. Natuurlijk de eerste van de zaal, maar van het veld ook de beste, vind ik. Ja. We hebben 11-6 gewonnen, ging heel goed. Ruime uitslag, mag je trots op zijn? Ja, ik ben zeker trots op de kinderen, hoe ze hebben gespeeld. En het coach ging ook lekker. Jouw trainer is dus Bram. En wat vind je van Bram? Hij is heel aardig en hij leert ook best wel veel. Ja, en wat leer je zowel van Bram? Tempo spelen, verre afstandsschoten en zo. Ja. Dus je bent wel tevreden over hem als coach? Hij doet het goed? Ja. Waar hoop je te eindigen als coach? Denk je een verdere carrière in te krijgen? Nou, ik doe het nu gewoon voor mijn lol en ik kijk wel waar de toekomst brengt. Misschien... Geen coach van DVO 1 of zo? Nee, daar ben ik niet goed genoeg. Lekker betaald krijgen? Ja, als het kan. Doortrainen, KT-trainingen nemen? Ja, dan ga ik aan beginnen in januari. Ik heb er vertrouwen in, Bram. De challenge van vandaag, oldschool armpje drukken. We gaan eens even kijken wie het sterkste is. Ja, we beginnen met de rechterhand. Dan zeg ik 3, 2... Kom, 2, 1, kom aan, kracht zetten. Dames en heren, de challenge is weer geweest en de winnaar is uiteraard Fleur. Hey. 2-0, lekker. En wat zeggen we dan natuurlijk? Heel goed, goed gespeeld. Dank jullie wel, tot volgende keer. Sterk.